Vier redenen om uit te gaan. In deze rubriek van de PZC geeft Hans Puik zijn wekelijkse cultuurtips in samenwerking met de Zeeuwse Cultuuragenda. Deze week is de avondlockdown ingegaan en zijn theaters en horeca gesloten na 5 uur. Daarom in onze tips voor deze week wat andere mogelijkheden om uit te gaan. Ook op en top cultuur, maar dan overdag. Maar we beginnen natuurlijk met Sinterklaas. Sinterklaas is een enorme fan van Monique Smit. Hallo allemaal, ik ben Monique Smit en ik sta hier vandaag op een hele bijzondere locatie. Ik ben namelijk aangekomen in Spanje en volgens mij is dit... Die voor hem de spectaculaire anderhalve meter show voor kinderen verzorgt. Op zaterdag 4 september om 11 uur, 1:30 en 3:30. 3 keer genieten in de Schouwburg in Middelburg. Aanstaande zondag is de eerste zondag van de maand. En in Middelburg kun je dan het hele jaar door bij verschillende ateliers, galeries en musea in de binnenstad vrijblijvend een kijkje nemen. Alle deelnemers zitten op loopafstand van elkaar en hebben de nodige maatregelen getroffen om u op een veilige en verantwoorde manier te ontvangen. U herkent de deelnemers aan de uitnodigende kunst- en cultuurvlag. Deze zondag is bij Toos van Holstein in de galerie de 70s-serie na een 2 jaar durende galerierondreis door Nederland teruggekeerd. Nu te zien voor het eigen publiek. Zondag 5 december vanaf 1 uur 's middags in Middelburg. Vooraf kunt u het koffieconcert Bijzondere Ontmoetingen bijwonen. De Stichting Kamermuziek Zeeland neemt met dit concert afscheid van haar oud-artistiek leider Ramon Jaffé. Zondag 5 december, 11 uur, in de Concertzaal in Middelburg. In Veren kun je de hele winter genieten van het werk van de kerkmeester Karin van Dam. Zwerk, wol en water. Een ruimte zo groot als het middenschip van de Grote Kerk van Veren doet iets met je verbeelding. Wat is er geweest? Wat is er gebeurd? Met haar installatie geeft Karin de ruimte opnieuw betekenis. Geopend vrijdag, zaterdag en zondag van 11 tot 5 uur. Getekend door de zee is een overzichtsexpositie van Johnny Berends uit zijn periode 2010 tot 2021. De Zeeuws-Vlaming Johnny is bekend van de tranen op de watertoren in Oostburg. En het enorme monumentale beeld Broden en Vissen op een graansilo in Breskes. Het heeft prijzen gewonnen en is inmiddels verhuisd naar Terneuzen. Zijn overzichtstentoonstelling is te zien in Museum het Warenhuis in Axel. Voor een volledig geactualiseerd overzicht van alle cultuurevenementen zie zeeuwsecultuuragenda.nl. En abonneer je op de wekelijkse update